Hier is Diva Mede, die een product heeft uitgebracht waar ze de uitleg over gaat geven. Wow. Ja, dames en heren, sta ik daar zelf, moet ook een praatje gaan doen. Ik heb samen met Vincent, zijn we op het idee gekomen, van Boekhandel Vrouw, Vincent, om een serie kaarten te gaan maken waarvan de opbrengst naar het Eetfonds gaat. Ik heb namelijk zelf bedacht, 1 december Wereld Eetsdag, daar doen we allemaal heel veel voor en dat is allemaal heel duidelijk. De rest van het jaar hoor je er eigenlijk heel weinig over. Toen zijn we verder gaan denken en toen dachten we, wat kunnen we nog meer doen? Nou, hebben wij besloten om een maandelijks product op de markt te gaan brengen. En het is een beetje een verrassing, maar er komt een hele leuke en geile kalender aan. Kan ik jullie vertellen. Het is enig. Maar we beginnen hier vandaag met de serie kaarten. Het zijn een serie headshots gemaakt door Taco van der Werf. Een van mijn favoriete fotografen, ook een van de beste van Amsterdam, vind ik zelf. En ik heb hier Tom en Robert. Robert komt erbij. Die mijn serie headshots gaan onthullen. Het zijn er 8 geworden. Eentje vind ik zelf minder. Maar nee. Ze zijn allemaal hartstikke leuk, allemaal anders. Ik heb besloten om de gehele opbrengst van de kaarten naar het Eetfonds te doneren. Normaal zijn de kaarten 8 kaarten, 8,95 voor 8 kaarten. Vandaag, alleen vandaag, voor 6,95 voor jullie. Maar de opbrengst gaat naar het Eetfonds. Dus mochten jullie het willen kopen, kunnen het hier bij de medewerkers dan vrolijk afrekenen aan de kassa. Maar geef Robert en Tom van de Gebroeders Grimm een daartoe applaus en onthullen mijn kaarten. Wow. Was dat rook? Dat was rook. Ze zijn in setjes van 8 hier te verkrijgen. Maar ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat jullie hier allemaal zijn vandaag. Maar we zijn nog niet klaar. Want ik heb nog S-collectie jongens. Wat zijn ze? En die komen namelijk iemand naar beneden brengen. En het zijn er eigenlijk twee jongens. Het zijn foto-striptekenaars, Ipe en Willem. Die krijgen van mij het woord. Geef ze een dag op jou. En nog weer de S-collectie boys, Sherwin en Danny. Heren. Dit is Ipe en dit is Willem. Geef ze een applaus en ik geef het woord aan jou, Ipe. Dankjewel. Ja, wij zijn hier omdat we gevraagd zijn door Vincent om iets te maken voor de nieuwe Vrolijk site. En wel een fotostrip. Tenminste, we maken fotostrips. Ik zal even ons boekje laten zien. Dus dat zijn eigenlijk gewoon strips, maar dan met foto's. Je kent ze misschien nog wel als... je had vroeger de fotoromans, maar dit zijn vrolijke korte stripjes. En voor de Vrolijk site gaan wij recensies maken van dingen die hier te koop zijn, van films of boeken. Ik hou er toch van. Ik sta hier naast de knappe Iepke en de knappe Willem. Hallo, welkom jongens. Hey, jullie zijn fotostriptekenaars. Fotostripmakers. Fotostripmakers, ja, nee, je tekent het niet, hè. Je maakt het. Dus jullie doen een ouderwets fotoroman en dan maken jullie verhaaltjes bij. Ja. Hoe zijn jullie erop gekomen? Nou, eerst maakten we gewoon strips getekend. Maar dit doet verder niemand, dus dit is een beetje uniek. Terwijl striptekenen, dat doen zoveel mensen. Dat heb je al zoveel. En jullie doen het samen, zijn jullie ook een duo, een actie, een koppel? Ja, zeker. Zeker. Ja, zeker. De stripjes zijn autobiografisch. Ook nog? Ja. Maar nu doe je dit ook voor de Vrolijk site, is dat dan ook autobiografisch? Ja, de stripjes zijn, het zijn een gedeeltelijk recensies, maar eigenlijk meer... Wat wij bedenken bij het onderwerp, bij het product, zeg maar, bij het boek of de film. Of wat. En nu heb je ook een boekje. Ja, we hebben ook een boekje sinds een tijdje. Het eerste deel, we plaatsen onze stripjes op internet, 4 dagen in de week. En dit is een bundeling van de eerste, weet ik veel, 90 of zo. En in mei komt het tweede deel uit. 4 dagen in de week? Ja. 4 nieuwe filmpjes, strips, foto's, strips in een week, dat is best veel. Ja, dat is een uitputtingsslag. Hebben jullie nog wel tijd voor normaal sociaal leven? Of?
Ja, maar kijk, ons sociale leven, die doen gewoon mee. Alle vrienden en kennissen, familie en zo, die doen gewoon mee in die stripjes. En wanneer krijg ik een hoofdrol in een van jullie stripjes? Nou, ja, dat gaan we wel even regelen natuurlijk. Dat vind ik leuk. Ja. Nee, dat gaan we zeker doen. Ja? Ja. Is dat dan ook autobiografisch? Wordt het dan een orgie gefotografeerd met tekstballonnen of wat anders? Dan moeten we eerst iets meemaken en dan maken we er dan een autobiografische strip over. Oh, nou, ik vind het nu al leuk. Ja. Gezelligheid, dankjewel. Succes en ik kijk uit naar het volgende boekje. Ja, dit is dan het officiële opening van de nieuwe vrouwelijk website shop. Aha. Even kijken of het allemaal meewerkt. Ja. Ipe en Willem hebben hun eigen plek. Ik zal straks de homepage laten zien, maar we beginnen met de striprecensie, recensiestrip die Ipe en Willem vrouwelijk hebben gemaakt naar aanleiding van de Noorse film The Man Who Loved Yngwie. Het is één stripje per scherm, dus ik denk dat ik nu wel door kan. Je kan iets langer op blijven staan. Ja. Geef een applaus, Ipe en Willem. Hier hebben we Ipe en Willem met nog meer afleveringen. Ga thuis lekker kijken op www.vrouwelijk.nu. Hier is de blog van Reina. Reina, 13 jaar. En zij is... Daar staat ze. Geef een applaus, Reina. Ja, ja. Ja. Test, test, 1, 2, 3. Hij doet het. Ja. Voor boekhandel vrouwelijk sta ik naast Reina. Reina, welkom. Hartstikke leuk. Jij bent een blogster. Klopt. En je bent heel jong. Hoe oud ben je? Ik ben 13. En hoe kom je erbij om te gaan bloggen? Patrick, mijn peetvader, dus soort van, die werkt voor vrouwelijk. En nou ja, een keer werd ik door Vincent aangesproken of het leuk zou zijn, dat het leuk zou zijn of ik een blog zou kunnen schrijven. En wat schrijf je over? Over wat ik meemaak, over jongeren, over homo-organisaties voor jongeren en over gebeurtenissen waar die me opvallen. Oké, en ben je daar heel erg mee bezig zelf? Het valt op zich wel mee. Ik ben er niet echt altijd mee bezig, maar als ik een blog moet schrijven, verdiep ik me wel meer in. Want je bent zelf lesbisch? Ja. En wanneer wist je al dat je lesbisch was? Op mijn 9e vond ik een meisje heel leuk en toen heb ik een tijdje niks mee gedaan en toen vlak voor de zomervakantie wist ik het wel zeker. Toen dacht je, ja, ik ben lesbisch. En hoe reageerde je omgeving erop? Nou, een van mijn beste vrienden transformeerde in mijn vriendin, dus dat was goed en de rest van mijn omgeving vindt het ook erg leuk nog steeds. Gelukkig, nou leuk. Vandaag hebben we de nieuwe website gelanceerd, vrouwelijk.nu. Allemaal gaan kijken, www.vrouwelijk.nu. Daar sta jij op. Hoe doe je dat? Doe je dat één keer in dezelfde tijd? Hoe doe je dat? Ja, als ik iets heb om over te schrijven. Dus als er onderwerpen zijn die je interessant vinden, dan typ je een blog en dan stuur je hem door. Ja. Dus we kunnen allemaal gaan kijken naar Reina op www.vrouwelijk.nu. Dankjewel Reina, hartstikke leuk, succes. Bedankt.